Jeroen. Ga je thanks voor alles. We gaan je missen. Vriend. Oh. Ik vind het heel jammer dat hij weg is. We hadden een goede klik. We konden het heel goed vinden samen. En ja, Jeroen, ik mis je. Maar heel even, die fiets, kunnen we dat heel even nu openbaren? Wat is er gebeurd met die fietsen? Wanneer, wie heeft er een joker? Wie heeft er een troef? Ja, ik weet van niks. Ja, come on. Ik weet echt het is van toch niks. Oneerlijk? Wij hebben echt niks. Jeroen is nu weg omdat wij dat niet wisten. Dat is een zaak. Ik wist echt van niks, ja. U heeft één joker vriend voor uzelf. Ja, dat heb je? Gaan we door naar de volgende? Wat gaan we doen? Doen? Ja. Eén van jullie vier heeft troef op een fiets gekregen. Ik kan het er gewoon eerlijk over zijn. Maakt niet uit, dus je hebt hem nu al gebruikt. Wij hebben gewoon allebei een joker gehad. Bij de fiets? Jullie allebei? Ik wil je hand van mijn schouder af. Nou ja, wat zou je zelf doen? Van mijn schouder af hebben, Kees. Laat me los. Maar hoe dan? En is er even... Wat zeg je? Alleen jullie. Maar ik weet niet of hij er heeft gehad. Ja, Kees en ik. Allebei. Gasten, ik zit de hele tijd eerlijk tegen jullie te zijn. Ik schrok daar een beetje van, want ik was op de antiekmarkt samen met Rian en Jeroen en wij hebben echt super serieus hard ons best gedaan. De enige die je Spaans kan, ben jij nu. Ja, succes. Prettige wedstrijd, allemaal dingen, verkeerde dingen bestellen. Okay. En nou blijkt dus dat het lage bedrag dat wij hebben verdiend, ik denk voor een deel aan de mensen lag die een troef hebben gekocht. Stel dat je klummels, getverdamme echt. Nou ja. Ja, Anna, ik ben zo blij dat je aan de camera. Wij zijn eerlijk tegen elkaar.